vertellen over hoe Kibeo aan de slag is gegaan met het inzetten van de PIB, Pedagogische Praktijk in Beeld. We trekken in deze deelsessie samen op met Simon Hay. Hij is de maker, zeg maar, bedenker en ontwikkelaar van het PIB-evaluatieinstrument. Ik doe dit samen met Danina Kooijman, een van onze pedagogisch beleidsmedewerkers. Simon vertelt het wetenschappelijke stuk in deze deelsessie. En Danina en ik vertellen eigenlijk vanuit de Kibeo-praktijk. Dus Danina vertelt over het beleid, hoe we ermee aan de slag zijn gegaan, hoe de implementatie is verlopen, welk tijdspad we daarin hebben gelopen. En ik vertel eigenlijk vanuit de praktijk op de groepen hoe we dit PIB dan praktisch inzetten en wat de rol van de coach daarin is, wat de rol van de vestigingsmanager daarin is en hoe we draagvlak creëren bij de pedagogische medewerkers. We hadden eigenlijk best grote deelnemersgroep telkens. De eerste keer waren zelfs alle kaartjes gepakt, dus we zaten helemaal vol. En het was eigenlijk een diverse groep die er was. Dus er waren bestuurders, directeuren, maar ook coaches, beleidsmedewerkers. En daardoor merkte je dat er heel veel verschillende vragen kwamen. Maar vooral ook dat mensen heel erg benieuwd waren hoe wij PIB echt praktisch op de groep gebruiken. Hoe dat ten goede komt van de pedagogische kwaliteit. Dus we konden heel veel vertellen over hoe we zijn begonnen met werken met PIB. Hoe we er nu mee werken en wat we graag nog willen de komende jaren. Als je kijkt naar het idee wat Jezit Hoeks vanuit EJI en ik vanuit Kindernam hadden in het begin. En ik hoor Kitty dan praten hoe zij dat als coach doet. Ja, daar ben ik super trots. En ik denk dat heel veel organisaties nog van Kibeo kunnen leren over hoe je gefaseerd kan implementeren en borgen. En ik heb al een paar ideeën net opgeschreven die ik binnen Kindernam nog ga gebruiken.